Oké, welkom allemaal. Het is vandaag 6 mei. En tenminste wanneer ik die video opneem. En de videoles vandaag gaat over de oefeningetjes van vorige week. Waarvan ik hoop dat jullie er toch wel wat tijd in gestoken hebben. Over de harmonische trilling. Dus dat waren de oefeningetjes bladzijde 175 tot en met 179. En een beetje verder, denk ik, als we 196, 199. Dus toch heel wat oefeningetjes rond de harmonische trilling. Ik ben er zelf ook wel een anderhalf uur, twee uur mee bezig geweest, denk ik, om al die oefeningetjes af te werken. Goed, we gaan ze zo verlopen. Bladzijde 175 gaan we starten met oefening 1. Goed, misschien voordat we de oefeningen beginnen, moest je echt te weinig tijd aan die oefeningen gespendeerd hebben, raad ik aan, voordat je naar de videoles kijkt, om natuurlijk nog, nog wat tijd te spenderen aan die voorbereiding. Het heeft weinig zin om gewoon de oefeningen over te nemen. Dus probeer ze eerst zelf wat te maken en controleer dan de oplossingen. Misschien nog een tip, die oefeningen rond harmonische trillingen, die hebben veel te maken met goniometrische functies, dus het is handig als je goniometrische functies nog eens opfrist, of tenminste u toch nog de goniometrische cirkel herinnert. Hè. Dus jullie hebben waarschijnlijk in de wiskundelessen de goniometrische cirkel gezien, y, x, de cirkel met straal 1. Ja, en dat je eigenlijk vanuit het centrum van die cirkel een hoek kunt beschouwen, alfa, en dat je eigenlijk de goniometrische getallen gemakkelijk op die cirkel kunt aflezen. Hè. Dus de cosinus leest je hier van onderaf, op de x-as, de sinus leest je op de y-as af. En het is handig om die cirkel, om die even in je achterhoofd te houden. Oké, dan misschien even ter inleiding. Goed, dan gaan we van start. De eerste oefening: maak de uitspraak correct door aan te vallen met nooit, soms of altijd verklaar je keuze. Een periodieke beweging is puntje, puntje, een harmonische trilling. Niet elke periodieke beweging is een harmonische trilling. Hè. Herinnert u de harmonische trilling? Dat was eigenlijk een periodieke beweging die voldoet aan de wet van Hooke. Denk bijvoorbeeld, zeg maar iets aan de zon die opkomt en elke avond neergaat. Ja, dat is ook een periodieke beweging. Hè. Dat gebeurt ook met een bepaalde karakteristieke tijd. Maar dat is zeker geen harmonische trilling, denk ik. Hè. Dus bij A1A is dat soms. B. Een trilling is een periodieke beweging. Ook hier belangrijk, als je een veertje neemt, je rekt ze uit, je laat ze los, dan is dat een mooie periodieke beweging. Maar als je met je hand zelf een of andere willekeurige trilling gaat doen, op en neer, zeer chaotisch, dan is dat zeker niet altijd een periodieke beweging. Dus ook hier, een trilling is soms een periodieke beweging. Ja, herinnert u, periodiek wil zeggen dat de cyclussen zich met een karakteristieke tijd herhalen. Een periodieke beweging heeft een constante frequentie. Ja, dat is wel het geval. Ja, want een periodieke beweging moet een periode hebben en bijgevolg ook een constante frequentie. Dus dat is altijd. En de laatste, de harmonische trilling heeft een constante fase. Ja, herinnert u, hè, de harmonische trillingen die worden aangegeven door A sinus omega t plus phi. Dit hier wordt de fase genoemd van de trilling. Ja, die is natuurlijk niet constant, hè, want die varieert met de tijd. Hè. Een veertje dat op en neer gaat, zal natuurlijk doorheen de tijd elke keer andere posities innemen. Dus de fase is niet constant. Hè. Dus nooit. Hè. De harmonische trilling heeft nooit een constante fase. Oké, dat was oefening 1. Dat we de andere eronder kunnen zetten. Hè. Oefeningetje 3. Rangschik bij onderstaande figuren ze naar toenemende periode.
Ja, herinnert u, hè, als je naar een periode kijkt en je hebt een bepaalde grafiek, ik ga nu even een schets maken, maar hè, dus herinnert u, hoe lees je altijd de periode af? Ja, de periode leest je best af tussen twee pieken bijvoorbeeld, hè, dus tussen twee punten waar dat de grafiek zich opnieuw herhaalt. En goed, die tijd daartussen noemt men de periode. Ja? Dus de bedoeling is dat je van die grafieken die periode gaat opzoeken. Ze zijn soms wat moeilijk terug te vinden. Dus je moet ja, hoe moet ik het zeggen, hè? De kolommetjes stellen en kijken hoeveel tijd dat er verlopen is tussen twee pieken. Goed, een beetje werk. En dan zou je het volgende moeten vinden. De periode van A, die zou een viertal seconden moeten zijn. De periode van B, die zou ongeveer 2,5 seconden moeten zijn. De periode van C, als je dat bekijkt, zou ongeveer 4 seconden moeten zijn. De periode van D, die zou 8 seconden moeten zijn. En de periode van E, die zou ook 4 seconden moeten zijn. Goed, als we dat dus rangschikken, dan hebben we eerst TB, ja, dan hebben we de mannen van 4 seconden, dat is A, C en E. Dus A, C en E. En afsluiten met D. Oké, dus een kwestie van even goed af te lezen op de grafieken. Dan 5. Abdul en Koen nemen plaats in een piratenschip. Dat op en neer beweegt, dus laten we zeggen, een soort slinger eigenlijk. Hè. Je hebt dat piratenschip, iedereen kent dat wel, denk ik. Hè. Dus een of ander pretpark. En dat slingert, laten we zeggen, hier op die cirkelboog. Oké, en dan hebben we de evenwichtspositie, of tenminste loodrecht onder. Het ophangpunt. En de vraag is, wie van de twee, de ene die gaat hier zitten, ik zal het groen aanduiden, de ene gaat in het midden zitten en de andere, iedereen kent dat wel, waar gaan we zitten op het schip? Hier of daar? Ja. Oké. Goed, de meesten willen misschien wel hoog gaan zitten en dan komen ze het hoogste weg. Sommigen denken misschien dat ze grotere snelheden bereiken, maar dat is eigenlijk niet waar, want iedereen in het schip zelf heeft dezelfde snelheid op elk moment. Dus dat is op zich niet waar dat je grotere snelheden of zo bereikt als je ergens anders gaat zitten in het schip, maar je gaat wel hoger omhoog gestuwd worden. Nu, wie van de twee heeft een harmonische trilling ten opzichte van het evenwichtspunt? Ja, nu het evenwichtspunt, dat is dit punt hier. Ja. Nu, een harmonische trilling moet eigenlijk zeggen dat je rond dat punt een mooie symmetrische beweging beschrijft. Ja. Dus ja, de enige die een mooie harmonische trilling beschrijft, dat is ja, deze hier, die in het midden zit. Ja, die zal dezelfde uitwerking hebben links en rechts en beschrijft een mooie. Harmonische trilling zit trouwens ook in het zwaartepunt van het schip. Ja, iemand die hierboven zit, ja, die zal natuurlijk bewegen, maar die zal maar tot hier komen. Ja. Dan gaat hij terug omhoog. Ja. Dus die gaat niet een mooie symmetrische beweging hebben rond dat punt. Dus enkel degene die hier in het midden zit, die heeft een harmonische trilling. Hij voert een harmonische trilling uit en dat is Koen, denk ik zeker. Hè? Ja. Dus en de reden is dat hij een mooie symmetrische beweging uitvoert rond het ophangpunt of bij de mast. Ja. Goed, oefening is weer weg. Oefeningetje 7. Een veer waar een blokje aan hangt trilt met de periode T en amplitude A. Hoe lang duurt het voor een weg van 6A is afgelegd? Ja. Dus laat ons zeggen, je hebt een veer of je hebt een blokje, maakt niet zoveel uit, en die trilt harmonisch. Ja, laat ons zeggen, dit is de rustpositie. Dan trilt die tussen, als je wilt, A en min A. Dus in totaal is die afstand 2A. Ja.
Nu, na één periode, hoeveel afstand heeft hij afgelegd? Dus als je kijkt naar één periode, heeft hij een afstand afgelegd. Eén periode, dat is omhoog, omlaag en terug omhoog. Dus dat is als je wilt 4a. Ja, dat is de afstand die je aflegt na één volledige periode. Ja, hoe zit het dan met 6a? Ja, goed, dan is hij nog een halve periode verder eigenlijk, hè. Dus in totaal is dat 3/2 keer de periode. Dus D. Ik denk niet dat die zo heel moeilijk was. Goed, oefeningetje 9. Ja, daar hebben we een harmonische trilling gegeven van een webplank, hè, die op en neer gaat wanneer iemand eraf springt. En dan vragen ze wat klassieke dingen. Ik ga niet de grafiek overtekenen, want die ziet geen nieuwe cursus staan, hè, oefening 9. Bepaal de uitwijking na 0,3 seconden. Ja, dus simpel, je gaat op de y, of sorry, op de x-as kijken bij 0,3 en je gaat kijken waar de webplank dan zit. Ja. En als je gaat kijken, dan is dat bij min 1,0 centimeter. Ja, na 0,3 seconden. Na anderhalve seconde zit hij bij min 3,0 centimeter. Dus dat is gewoon af te lezen op de grafiek. Ja. Bepaalde periode, de beginfase en de amplitude. Ja, het is een kwestie van dat goed allemaal af te lezen op die grafiek, denk ik. De periode, hè. Hoeveel tijd zijn er tussen zo twee van die pieken? Hè. Dat hebben we daarnet ook al eens bekeken. Ja. Dus tussen twee identieke pieken zit juist 1,5 seconde. Je kunt eigenlijk kijken bij het begin. Hè. Het begin, daar zit je in een dal. En wanneer je weer een dal tegenkomt, is na 1,5 seconde. Dus de periode is 1,5 seconde. Ja, de amplitude is ook gemakkelijk af te lezen. 3,0 centimeter. Ja, dus 3,0, sorry. 3,0. En dan zitten we nog bij één ding, denk ik. De beginfase. Ja, wat is de beginfase? Als je de harmonische triller laat beschrijven door A sinus omega t plus phi. Ja. Die phi hier, die noemen ze de beginfase. Ja, hoeveel is die? Ja, op tijdstip 0. Ja, zit je met A sinus phi en zit je bij min 1 als het ware, dan moet die geven. Hè. Dus wanneer is de sinus min 1? Dat is bij min 90 graden, hè. Min pi op 2. Dus ik had eerst min pi op 2 staan, maar blijkbaar willen ze in uw boek een positieve hoek hebben. Dezelfde hoek is natuurlijk ook de hoek 3 pi over 2. Ja. Dus, sorry. In uw boek staat de oplossing 3 pi over 2, wat dezelfde hoek is. Oké, dan C. Wat gebeurt er op tijdstip A? Ja, op tijdstip A, dan gaat de plank door zijn evenwichtspositie, is de plank horizontaal, hè? Dus gaat door de evenwichtspositie. Is nagenoeg horizontaal. Is niet 100% correct natuurlijk, want het buigt ook een beetje door zijn eigen zwaartekracht. Hè. En het is eigenlijk op het moment dat hij in rust en evenwicht is, hè, wanneer een kleine doorbuiging van de zwaartekracht, dat is eigenlijk zijn evenwichtspositie ten opzichte van de triller die ontstaat wanneer dat je de wipplank in beweging brengt. Maar goed, voor een stugge wipplank is dat bijna horizontaal eigenlijk. Hè. Goed, D geeft de vergelijking die de uitwijking van de springplank geeft. Ja, dus eens kijken of we die kunnen opschrijven. Hè. Dus laten we zeggen, I is de uitwijking, A is de amplitude. Die hadden we hier, 3,0 centimeter. Sorry, ik had een punt erop denk ik, 3,0 centimeter. Sinus. Ja, omega, als je, je herinnert, de pulsatie, dat is 2 pi gedeeld door de periode. De periode had ik hier ook. Dus ik heb die voor jullie uitgerekend, denk ik. 2 pi delen door 1,5, dan vind je 4,2. Ja. Dus 4,2 seconden min 1. Ja. Maal t. En dan plus
plus de hoek, hè, plus 3π over 2, de beginfase. Goed. Dus dat is tot en met oefening 9. Dan oefeningetje 11. Goed, je hebt daar in totaal 3 trillingen geschetst. Waarvan ze de eerste trilling geven, hè. Dus bij oefening 11 geven ze de eerste trilling als 6 centimeter maal sinus 4 pi seconde meneer maal t. Goed, hoe groot is de schaalverdeling op beide assen? Ja, misschien al eens eerst naar de y-as kijken. Ja, als we gaan kijken op de, sorry, op de y-as bij de eerste trilling, dan zien we dat die anderhalf hoog is. Dus we gaan dat doen. Dus op de y-as, dus de eiken, als je wilt, ik wil de eik kennen. De eik van de y-as. Dus wat leert mij die, die eerste trilling? Ja, op de as is die anderhalve eenheid groot, hè, dus anderhalve eenheid komt op die as overeen met 6 centimeter. Ja. Dus dan kun je gemakkelijk afleiden natuurlijk dat één eenheid, hè, met de regel 3 overeen komt met 4 centimeter. Dus de eik op de y-as is, is 4 centimeter. Ja, op de x-as... ja, dan is het toch belangrijk dat je de periode kent, hè. Met welke periode is eigenlijk de trilling, want dan weet je dat dat van piek tot piek die tijd is. Dus het is gemakkelijk om eerst eens de periode uit te rekenen. Ja. Nu, dus eerst een kleine berekening als je wilt. Hoe groot is de periode? Wel, de periode, misschien even schetsen. Omega, dat was 2π over de periode, dus de periode is 2π gedeeld door omega. Oké, dat is 2π, omega kunnen we hier aflezen, dat was 4π seconden min 1, dus we krijgen in totaal een halve seconde. Ja, dus de periode is een halve seconde. Als we dan kijken naar die eerste trilling, van piek tot piek zijn dat 10 eenheden. Ja, dus 10 eenheden komen overeen met 0,5 seconden. Dus dat wil zeggen dat 1 eenheid overeen komt met 0,05 seconden. Dus dat is de eik op de x-as. Goed, dus dat is A als je wilt, B. Geef de vergelijking van de twee, geef de vergelijking van de twee andere trillingen. Goed, dan gaan we eens kijken of we die kunnen opschrijven. I2 en I3. Het eerste is altijd gemakkelijk, dat zijn de amplitudes. Hè. Nu dat we de eiken hebben, kunnen we gemakkelijk die amplitudes gaan, gaan uitrekenen of bekijken op de grafieken. Bijvoorbeeld bij trilling 2, dat is de rode trilling, zitten we met 3 eenheden in de i-as, dus dat is 12 centimeter. Dus 12, wat zit er met dat punt? 12 centimeter. Sinus. Omega. Ja, omega, dat is 2π gedeeld door de periode. Hè? Dus je gaat kijken wat de periode is. Nu, die is hetzelfde als trilling 1. Dus je hebt dezelfde periode, bij gevolg dezelfde omega. Dus dat is ook 4π. Dus ook 4π seconde min 1t. Dan kunnen we eens kijken naar de beginfase. Dus zoals je ziet, die grafiek is 90 graden, sorry, 180 graden verschoven. Ja, dus als de ene maximaal is, is de andere minimaal. Dus denk weer aan een goniometrische cirkel. Ik vind het altijd gemakkelijk. Als de ene daar zit, zit de andere hier. Dus dat is in totaal 180 graden verschoven. Dus plus pi.
Dat is de eerste. En dan I3, net hetzelfde. Kijken wat dat amplitude hier is. Ja, de amplitude is hetzelfde als die in eerste, denk ik. Hè? Dus ook 6 centimeter. Sinus. En dan kijken we hier wat de periode is. De periode is 2 keer zo lang, denk ik. Ja, kijk maar eens goed. Die is 2 keer zo lang. Dus van piek tot piek hebben we een 1 zo lange periode. Dus dat wil zeggen, als de periode 1 zo lang is, heb ik hier nog ergens staan. Hè? Als de periode 1 zo lang is, is omega 1 zo klein. Ja? Dus daar zitten we met 2pi. Dus omega 1t. En ja, hoeveel is die hier? Hoeveel verschilt die hier? Hier verschilt die pi op 2, denk ik. Ja, 90 graden. Ja. Want als een 1 een 0 is, dus daar zit, ja, is een andere maximaal daar, dus pi op 2. Plus pi op 2. Oké, ik zeg, het is dus handig, die goniometrische cirkel vind ik echt handig om die, die goniometrie snel terug te vinden van die harmonische trillers. Oké, ik hoop dat jullie die ook nog goed beheersen. Voilà. Bord mag weer af. Oefeningetje 13. Ja, een slinger wordt weer losgelaten onder een bepaalde hoek. Dat hele verhaal van de slinger hebben we in de cursus niet in detail bekeken. Dus die oefening 13 die laat ik wegvallen. Dus die slinger die gaan we niet, niet doen. Oefening 15. Ja, gegeven is een harmonische triller met beginfase 0. Welke is de waarde van de fase halverwege? Ja, ik heb er een klein tekeningsje gemaakt van die triller. Geen fase 0, dus dat wil zeggen dat het gewoon beschreven wordt door een sinus. En ja, ik zal hem ietsje groter tekenen, dan is dat misschien wat duidelijker. Oké. Mijn onderste berg is niet, niet lang. Goed. Welke waarde kan de fase hebben halverwege tussen de evenwichtspositie en de uiterste stand? Ja. Dus de uiterste stand is, is hier. Ja. De beginpositie is daar. Hetzelfde hier, hè. Dit is weer de uiterste stand. Ja. En wat is de fase voor deze posities hier? Dus de helft. Dus daar, 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 daar. Die tekening heb ik gemaakt. Dus dit, als dit A is natuurlijk, dan is dit A gedeeld door 2. Dit is een A gedeeld door 2 als gedeeld door 2. Dus dat geeft een beetje een beeld erop. Goed, hoe zijn we aan de slag gegaan? Wel, die harmonische triller wordt natuurlijk beschreven door A sinus, hè, omega t. Ja, er is geen, geen beginfase. Goed, en de uitwijking. Ik zeg ja, hoe zit het wanneer dat de triller op positie A gelijk aan of A gedeeld door 2 is? Ja, dus, oké, A sinus, hè, omega t. Dat wil natuurlijk zeggen dat sinus omega t als eerste waarde, en dat zitten we eigenlijk op dit punt, gelijk moet zijn aan 1 tweede. Hè. Of dat omega t gelijk is aan 30 graden, of pi gedeeld door 6.
Dus dat is de fase van de triller. Goed, nu je gaat merken is dat niet in de oplossingen. Nu, je bereikt dat punt ook nog op een ander moment. Ja? Dus je bereikt dat ook hier, ja? Diezelfde waarde. Oké, als je weer naar je goniometrische cirkel kijkt, ja, wanneer bereikt zo'n sinus dezelfde waarde, dan heb je de hoek natuurlijk, ja, die we daarnet hadden, maar ook aan de andere kant heb je die zitten. Ja. Hier heb je die zitten en daar heb je die zitten. Ja. Dus ik denk dat je die hoeken kent, als deze hoek alfa is, die hoek alfa, ja, ik denk dat je dat verhaal toch ook kent, denk ik. Hè. Goed. Dus als deze hoek 30 graden is, dan is deze pi min 30. Ja, dus je hebt eigenlijk verschillende oplossingen. Ofwel heb je pi gedeeld door 6. Ofwel heb je 5 pi gedeeld door 6. Ja, dus pi min 1 zesde. Hè. Dus je hebt nog andere mogelijkheden. Ofwel is dat dus 5 pi gedeeld door 6. Ja, of... Ja, 4, even kijken. Hè. Ja. 5 pi gedeeld door 6, of welke heb je hier nog zitten? Ja, de deze hier, elke keer 2 pi erbij. Hè. Dus 7 pi gedeeld door 6, of ja, de laatste, denk ik. Hè. 11 pi gedeeld door 6. Dus dat zijn eigenlijk de waardes waarbij hij op de helft zit tussen de rustpositie en de maximale uitwijking. Ja. Goed, ja, de enige die in aanmerking komt of die als oplossing in die boek staat, is D, denk ik, 7 pi gedeeld door 6. Dus je ziet echt dat die goniometrische cirkel u helpt om die oplossingen te vinden. En soms heb je meerdere oplossingen natuurlijk ook. En daar moet je kijken. Daar moet je de vraag lezen. En dat is dat welke waarde kan de fase hebben halverwege. Dus je kan meerdere waardes hebben. En er zijn meerdere tijdstippen waarvoor dat het een oplossing is. Goed, 17. Die oefening gaan we ook niet doen. Dat is een veer die verticaal hangt. Trouwens, het antwoord erop is nee. Je kunt niet het faseverschil uit bepalen. Goed, ik kan het misschien wel even schetsen naar 17. Je hebt een veer, je hebt een massa eraan hangen. En de veer is een evenwicht in de eerste situatie. Dus voor de, misschien toch heel kort, hè, dat je het even ziet. De linkerveer kun je beschrijven door A sinus omega t. Dat is geen faseverschil, dus op tijdstip 0 zit hij in de oorsprong. Ja. Oké, en beweegt in dit geval dan omhoog. Dus op zich is dat niet duidelijk, het zou ook nog naar beneden kunnen zijn. Dus dan heb je dan een fase zitten van plus pi. Ja, en bij die andere heb je eventueel, dat maakt dat niet uit, A sinus omega t plus pi. Nou, de vraag is, kun je dat faseverschil bepalen? Ze hebben natuurlijk dezelfde omgang, want het gaat over dezelfde veer. Ja, de uitwijking, tweede dikke windmassa voor de verticaal gemonteerd. Goed, het is niet duidelijk hè, of dat hun uitwijkingen hetzelfde zijn. Hè. Dat is niet duidelijk. Nou, dat zal natuurlijk het probleem zijn. Bijvoorbeeld, dan kun je phi uitrekenen. We gaan eens kijken op tijdstip... op tijdstip 0 bijvoorbeeld. Hè. Dus op tijdstip 0 zit hij in de oorsprong. Ja. Nu heb ik het hieruit bekeken. Hè. Dus op de oorsprong heb je i op tijdstip 0 is dat bijvoorbeeld. Hè. En wat geeft hij bij de rechter dan? Ja, bij de rechter heb je dan a sinus phi. In dit geval hè, a accent als je wilt, hè. Sinus phi.
Goed, die kun je meten, hè, want dat is het tijdstip dat je ziet op de tekening, hè. Dat is tijdstip 0. Dus die kun je meten. En dan heb je als je wilt dat phi gelijk is aan ir als je wilt, gedeeld door a accent sinus min 1. En daar zit natuurlijk het probleem in. Ja, je kent de maximale uitwijking, daar is ook niks van gezegd van die veer. Dus nee, je kunt het faseverschil niet direct weten, of er is toch niet genoeg informatie gegeven. Oké, vind ik minder belangrijk deze oefening. Dan heb je dat ook eens gezien. 19, ja, iets over muziek. Ik denk dat de meesten dat ook wel een beetje weten, dat je allerlei snaarinstrumenten zijn natuurlijk ook harmonische trillers en produceren een harmonisch geluid eigenlijk en met een mooie vaste frequentie. Vandaar dat dat zo belangrijk is voor de muziekindustrie. Goed, welke curve kan gekoppeld worden aan een do of een la? Ja. Ja, het enige wat ik weet, ik zit altijd do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Dus do is bij mij een lage noot. Hè. Dus do is een lage noot. Een lage noot, dat wil zeggen dat de frequentie ervan klein is. En la is een hoge noot, of een hogere noot, zeker. En de frequentie is ervan hoog. Goed, als je eens naar de tekeningen kijkt, ja, dan is het redelijk, redelijk duidelijk dat degene met de hoogste frequentie, dat dat rood en blauw zijn. Ja, dus deze hier, de la, dat is rood en blauw. Die hebben dezelfde frequentie als je gaat kijken en die hebben de hoogste frequentie, die gaan het meest op en neer. En dan heb je paars en groen, die hebben de laagste frequentie. Dus hier hebben we paars en groen. Ja, dus die zitten bij de do. Goed, en dan moeten we nog één ding doen. Ja, luid. De luidheid heeft natuurlijk te maken met de energie die in de golf zit. Hoe luider dat iets is, hoe meer energie dat erin zit. En we hebben gezien dat heeft te maken met de amplitude Ka kwadraat gedeeld door 2, als je nog herinnert, de totale energie die in de golf zit. Dus hoe hoger de amplitude is, hoe luider het geluid is, en hoe meer energie dat erin zit. Dus je kunt eens kijken, hè. Welke heeft, is het luidst? Ja, de rode bij de la, denk ik, hè. Die heeft de hoogste amplitude. Dus dit is, hoe hebben ze het genoemd? Luid, ja. Dus dit is luid. Dit is zacht. Ja, en hetzelfde bij de do, hè. Paars. En die is ook weer het kleinst, dus die is zacht. Ja, het is misschien wat verwarrend en dit is luid. Dus de groene is de luide do, ja, de paars is de zachte do, de rode is de luide la en de blauwe is de zachte la. Ja, dus op die manier kun je hopelijk een beetje eraan uit. Dus nogmaals, de frequentie bepaalt de toonaard van de noot en de amplitude bepaalt de hoe luid dat een noot gespeeld wordt. Oké, dat zijn ze. Oefening 21 hoef je ook voor mij niet te doen. Ja, ik weet niet wat bij een gsm de trill, de belmodus. Ja, qua frequentie is het me niet altijd duidelijk of de beltoon een hogere of een kleinere frequentie van de trilltoon. Ik vermoed dat het trillen bij een hogere toon gaat, hoewel dat je ook allerlei belsignalen denk ik, op je gsm kunt zetten met een hoge of een lage frequentie. Dus dat laat ik een beetje in het midden, dat vond ik niet zo'n duidelijke oefening. 21 niet. Goed, ik ga even pauzeren, iets te drinken halen en dan komen we terug voor het tweede deel van de oefeningetjes.